Hey! Hey, hey man. Hey, alles goed. Ja, maar jou? Is dit de trollvlog of wat? Ja, dit is de budget year. Ja man. Year ook, year is het niet. Dat is heel kut. Waarom doe je nou weer zo? Kijk, jou kan ik niet praten. Maatje. Kijk wat Link heeft gedaan. Oh. Link gooit die koffie vol. Hey. Alleen maar voor zijn klote vlog. Leuk dat je er weer bent. Hij deed niet eens. Oké, hey, oh ja, maar kan ik voor je zeggen. Gadverdamme. Zo'n heel geflop. Heb ik iets leuks om te vertellen? Komt dat ding verder in? Kun je helemaal Koens kopie? Ja, natuurlijk. Zie je mijn buis? Nee, dat zie je niet. Mijn buis zie je niet. Nee. Nee. Je moet ze even vertellen hoe zij meer abonnees kunnen krijgen op bankzitters. Want jij verliest abonnees. Ja. Maar je hebt ze er nu weer bij. Echt? Ik heb nu abonnees verloren en ze gaan er ook weer bij. Het komt allemaal goed, mensen. Ik gewoon geduld. En gewoon quality content maken. Yeah. Quality. Je moet ze even uitleggen hoe je ze er nu weer bij kreeg. Waar koop je die dingen? Belachelijk maken, is dat het deal? Dat werkt wel heel goed, ja. Hij gaat je pakken. Nee. Ja, dat is heel moeilijk. Maar ben jij ook weer top? Dan vind ik gelijk zo ranzig geworden. Hoe kom je ook achter dat je dit kan? Ja, mijn pa de hele keer. Alleen mijn pa, ik en mijn broertje kunnen dit. En voor de rest heb ik nog niemand tegenkomen op jouw naam. Dat kan. Zie je wel broertje kunnen doen. Ja, dat vond ik echt heel erg leuk dat ik ook uitgenodigd was. Thanks nog daarvoor. Dat heb ik niet gedaan. Dat was natuurlijk niet bij. Maar... Ja, echt zo. Ja, gaan we heel team D&D, gaan we crossbar challenge doen. Wat kunnen we er niet bij hebben? Dit kan ik me niet herinneren, maar waarschijnlijk kon je niet. What the fuck, ik kon wel. Anders was je er toch gewoon bij. En ineens zag ik die video online komen, oh je gaat vandoor, oh je gaat met iedereen crossbar challenge doen. Heel chill man. Dat is zijn fout, hij zegt het gewoon. Nee hoor, helemaal niet. Oké. Hij wilde jou er niet bij hebben, dat is het. Heel pijnlijk. Steeds niet. Hij zag ook niet wat je doet, je kwam zomaar binnenlopen. Nou, jullie kunnen zelf uitvogelen met welke auto jullie gaan. Wij gaan met Link's auto of met die van Don. Want mijn auto staat voor mijn auto, dus ik kan niet. Don, we gaan met jouw auto. Ja, ik sta helemaal vooraan. Ja, dan gaan we met jouw auto. Die druk is in één. Wie is deze auto? Mijn auto. Dat is niet waar, dat is ook altijd niet, man. Ja. Ook wel lekker. Nou, in dat geval. Dat is ook wel lekker. Heb je ook gedaan? Wat? Dat is het dom. Dat is toch lekker? Wat wil je nog meer hebben? Wat zijn dit? Ik weet niet. Maar ik weet wel dat het tering duur is. Oh, ik zei ik betaal en ze pakte meteen het duurste wat er is. Wat de fuck? Die bank zit er zo. Heb jij dit gedaan? Klootzak. Hij neemt het ook gewoon mee. Geloof niks. Ja, hier. Nee, neem hem gewoon mee. Nu dan betaald. Wat wil jij hebben, Jordi? Kies maar. Nou ja, het ziet er allemaal wel goed uit. Hè? Ja, kies maar eentje. Ja, weet je? Stop met het mandje. Stop met het mandje. Wil je er ook een? Wat? Doe normaal! Stop! Nee, maar dit wil ik echt. Ja, we hebben ook een spritsie, joh. Dat is heel erg. Wat een klootzak. Nee, die wil ik echt. Die wil ik ook. Maar waarom wil je die twee? Dan moet ik er twee. Ja. Ik wil die ook. Ja, dan moet ik er pak al een hele wil ik niet. Die wil ik niet. Nee. Er maar één nodig. Hij wil ook. Je hebt niet zo'n heel ding. Wil je er echt twee? Nee, hij wil er één. Ik wil er ook. Hij moet naar mij luisteren. Je krijgt niet één. Oh, dan moet ik eentje terugleggen. Want dan ben ik alleen. 2,5 euro voor twee stuks. What the fuck? Een wit broodje gevuld met banketbakkersroom. Het is alleen room en brood. Hoe is dat 2,5 euro? Ambachtskosten of zo. Ik ging laatst naar de supermarkt. Want ik wilde kaas halen voor mijn tosti. Maar ja, ik had geen kaas meer thuis. Ik loop naar kaasschap. Ik vind het gevaarlijk thuis in de achterloop. Maar ik kom daarna langs al bier, weet je wel. En ik dacht, lekker biertje. Weet je wel? Gewoon lekker. Dus ik dacht, weet je wel, gewoon lekker. Dus ik kom bij de kassa, weet je wel. Nou, bier en kaas. Zei van, ja, mag je ID zien? Ik van, ja, is goed, hier alsjeblieft. Nou, ik ben 21, dus ze reken gewoon het biertje af. Maar die kaas niet. Ik zei van, ja, en de kaas dan? En zei ze, ja, sorry, 48 plus kaas. Ja, hij heeft er nog 6 of zo, hoor. Als je kan zo 10 minuten Ja, moet dat 10 minuten zijn. Oké, nog eentje. Gewoon een postbode, een brief in de bus. Zet de buschauffeur, moet ik hiermee? Nog eentje. Staat een man op de bus te wachten. Zet de buschauffeur, kom er onmiddellijk vanaf. Dit kan je niet maken. Kom, iemand breng het even terug. We staan hier nu. Leg jij het even terug? Nee, ik heb vol handen. Wat een rare mix hebben we ook. Op rotte met de camera. Oh, je hebt het ook gehaald. What the fuck, bro? Dat was het laatste. Ik moest wel. Ik wil hem uit je handen pakken en weggooien. Dat is de klootzak. Jij hebt hier de grootste bestelling. Nee, ik ben het absoluut niet mee. Ik had alles op. Ik heb letterlijk niks in het mandje gelegd. Dit is bang.
bankzitters, bankzitters. Lijkt me op de bankzitter. Bank! Waarom hebben wij die chemie niet? Ik heb geen teamverband. Nee, wij zijn overduidelijk ook gewoon de mindere groep. Ja, maar 9 van 10 keer is onze groep niet eens compleet. Nee, dat bedoel ik. We zijn maar met 4 man. Hoe kan dat nou? En zelfs hier gaat het al fout. We zijn met 8 of zo. Dit zijn de tennisvelden. Dit is echt totaal... Waar is dan de voetbalclub? Oh, hier. Voetbalvereniging. Ja, ik denk dat hier ongeveer de parkeerplaats is. Oh, hier is de parkeerplaats. Kijk, want als je nou satelliet ook aanzet, dan zie je hier ook... Wat zijn die? Ja, dit zijn parkeervakken. Ja, pissen. Ik dacht dat een of andere puzzel was. Ga even mee, ja. Dan zien ze mijn piemel. Er zitten 3 mensen op een motor. En je zit voorop en je zit achterop. Hoe heet de middelste? Rob. Hij kent hem al niet. Die kent toch iedereen? Staat een man de ode te wassen met zijn zoon. Tegen zijn zoon, kan je de volgende keer niet een sponsor gebruiken? Ik hou wel op. Oh, eikenprocessie. Nee! Jezus! Wat een kringel! Komen jullie maar! Jongens, steek me in de fik! Als je die kut weer. Hij denkt dat het gaat 30 meter ver, hè, zo'n beest! Hoezo zou die nu bang zijn? Hij zit hier gewoon! Boe! Hey man, ik heb een video voor jullie. Ik ga even drukken op play. Het is niet zo heel druk als vorig jaar. En er ontbreken veel grote namen van YouTube. Het is een meme. Hey, voor wie komen jullie hier? Voor niemand. Vorig jaar waren er veel meer YouTubers. Ja, ik stiekem op me heet te kijken, zoals die guy hier rechts van mij. Ik heb geen idee wie het eigenlijk is. Een beetje kil, dat ik denk van nou, het had wel wat gezelliger gemogen ofzo. Maar het is echt een gênante stap was het. Teringen om te reizen. Oh. Mijn meisje moest huilen. Ik ben helemaal gelukkig. Kinderen gingen toch hier ook doorheen? Moet je nou hier doorheen? Wat is dit nou joh? Oh, dat was nee, daar was jij helemaal niet bij. Dus wat zit je nou weer allemaal? Nee, hoe heet het? Bij toen dat Mattie wegging. Ik ook door een hek. Moesten we ook door een hek en heel creatief. Video's opnemen, dat is hard werken, dames en heren. Dat was echt heel mooi. Allemaal voor jullie kijkers, alleen maar voor jullie. Hey, schiet even tegen mijn lens aan. Leuk voor de overgang. Bijna. Dom! Oh, sick. Gat in je shirt. Nee! Let op, lat, link. Doe het even. Link, ik leg de lat hoog, want de lat... Nou, nee, jammer. Draak hem gewoon even, man. Oh mijn god. Maar kut, hij viel uit. Wat? Hou je bek, hij was gewoon raak! Ja, mijn beeld viel ineens uit, man. En brug gaat zo open, hoe gaat hij dicht? Doe eens. Brug gaat zo open. Ja. Hoe gaat hij dicht? Zo. Gay! Nou hè, misschien wil ik wel gewoon een beetje gay zijn. Maakt me helemaal niet uit. Oh mijn god. Ja, dit heb ik al beeld. Deze heb je dan weer wel. Ja. Moet je ook een voetbalvideo met mij opnemen dan? Ja, is goed. Wat gaan we doen? We gaan degene die als eerste de goal schiet wint. Jij mag beginnen. Oké. Bij de goal. Je hebt gewonnen! Zak moet ik! Die vervolgt met je camera. We zijn aan het filmen. Dit kost allemaal geld. Geld? Even die handen naar die lul toe. Ja. Wat is dit? Zo maken hun thumbnails, Link. Ben je blij dat je bij mijn team zit? Ja, op zich wel. Nou, dit vind ik ook best wel erotisch hoor. Ja, hè? We hebben echt teamverband nu, denk ik. Zullen we een bruggetje openmaken? Kom, wil je ook met mij op de foto? Nee, niet met jou. Hoezo niet met mij? Kom. Omdat jij de tyfus kan krijgen. Nee, mogen wij die camera meenemen volgende week? Alleen eens leuke dingen gaan maken. Ja, wij maken alleen maar leuke dingen. Niemand wil ons zien, dat weet je zelf ook. Nou, dan gaan we niet, denk ik. Ik krijg een oude Belgische man uit 2010. Ervoor terug. Hij was pedofiel. Later. Rustig aan, thanks voor de opnames. Ja, yes. Thanks. Blijven jullie of zo? Ja, we gaan even Formule 1 kijken. Oh, gezellig. Samen met de boys. Heb je wel Formule 1 gekeken? Ja, één keertje. Was het leuk? Jezus. Hoe moeilijk kan het zijn? Dat is nog geen halve liter. Denk het wel. Help nou. Ik ga ook mee. Mijn auto staat hier. Nou, dat je mee Formule 1 ging kijken? Nee. Mannen die rondjes rijden in auto's. Ik vind er niks aan. Je gaat liever zelf rijden. Een bal aanrennen. Vind jij weer niks? Ik heb liever vrouwen die achter de bal aanrennen. Vrouwen die rennen. Van het algemeen. Nou, dan met een loopband en een vrouw. Ik ben er wel zoen mee. Al thuis, hè? Ja, joh. Wil je wat drinken meenemen hier? Kom maar, gast, dan krijg je echt spontaan. Kom op, nee, gewoon mee. Krijg je echt tumoren van in je darmen. Heel ongemakkelijk zit hier. Neem daar mee, godverdomme. Nee. Ik sta heel erg ongemakkelijk als je ze kan zien. Waar is de processierups? Pak de processierups. Zullen we de processierups challenge doen? Goed. Degene die ons eerst aanraakt wint. Je bottle cap challenge, toch? Waarom is er geen processierups challenge? Dat je even zo doet. Nee, dat moet je nu echt doen. Echt super gaaf. Ja, de bottle cap challenge. Mensen houden een beet en dan schoppen ze het tegenaan. Dat is niet moeilijk. Hij moet stilstaan en dan moet je wel zachtjes raken. Oké, maar waar is het flesje? Kijk, ga een fles halen. Ah, een flesje pakken. Maar hij mag niet vol zitten eigenlijk, hè? Wil je het met die wortelsap doen? Ik zou het wel buiten doen. Hij moet half leeg zijn, dus we moeten even drinken. Half leeg of half vol? Nee, dat is echt heel goor. Dat is echt heel goor. Ja. Oké, dat is echt heel goor. Dat is heel goor, dus hè, want dat was al gewoon goed. Boeit het toch, dat het nog goed is. Je ziet echt heel die plekken zie je. Kijk al die beesten daar, joh, bij die trap. Eeuw. Dan? Nee, moet je hem neerzetten, zo. Nee, zet hem ergens half op. Draaien en dan zo, en dan moet je hem wel zachtjes raken. Oké, dan moet je hem even zo of hier raken. Ja, dan moet je hem heel zachtjes toucheren. Dan gaat hij zeker niet omvallen vanaf daar. Gaan we, hè? Ja.
Ja, hij zit nu te sappen over die stoel heen. Stop nou even, joh. Dit vind ik niet leuk. Ik ga echt over je heen plassen. Kijk, nog steeds een wasman van je. Wasman. Ja, ik vind het niet meer leuk nu. Het is wel een mooi shot dit van je kopje, hoor. Ik wil ook gewoon dat je weggaat met die camera, weet je dat? Stop. Nee, nee, wat? Nee, stop. Nee, is niet mijn camera, vriend. Nee, nu is het klaar. Nee, nee, afblijven van de spullen. Hier, wacht, doen we de bottle cap op dat. Ow. Als ik de lens eraf kan trappen. Zullen we dat eens proberen? Ja, zo. Doe je ding. O, jemig. Ja, Don gaat nu. Je gaat nu, toch? Hoe hoog moet ik dan? Oké. Okay. Ik was niet dichtbij genoeg. Kom op, Don. Oh! Oh! En het dopje viel ertussen. Nu is hij weg. Oké, okay, heb ik hem toch gedaan. Oh, kut. Hij zat niet aan. Kut. Gaan we nu eten?